Gaan we vast op de gang staan, dan laat ik jullie op de gang horen waar het gaan we in één keer door, nou hoor. Waar het op lijkt. Ja, okay. dat je het even weet. Ja. Ze zijn hier, de jongens van Kane. En ze doen dus een nummer, Here Comes the End. Bedankt, ik wist het zelf dus niet. Maar dat is niet zo gek, want het is van een band waar ik niks van wil weten. Maar ik heb het ook nog niet geluisterd. Maar het schijnt te lijken op... Ik wacht even tot Dennis en Dino hun koptelefoon op wat hebben. Wat een leuk moment. Ja, precies. Even kijken. Oké, weet je wat we gaan doen? Ja. We gaan gewoon, als we die nummers spelen, gaan we allemaal nummers uitzoeken die erbij passen. We hebben het nummer Heartbeat en ik zweer je, ik heb die band al heel lang niet gehoord. Maar daar zeggen mensen, ja, dat is van The Cult. Dat is The Cult. Oh, ja, dus ja, ik zeg ja. Van, nou, het is wat jij wil dat het is. En wij gaan even een heel tof nummer spelen. Precies, zo is het. En dat doen we vandaag voor Theo Maas. Oké, het is Kane, live. Just like I felt before, but now it ends. And oh, she came just like it came before, just like the wind, just like the wind.
Wat een energie, man. Hè. Nou, dat mag wel wat heftiger, dat applaus, hè? Precies. Kane en, inderdaad, het begin kan dan een beetje lijken op Weekend Love. Er waren ook mensen die vinden het een Coldplay-achtig deuntje. Wel gaaf. Oh, okay. Ik zou zeggen, iedereen stuur in wat je zo allemaal ja, vindt. Precies. Iedereen heeft zijn eigen flavors, dus... Even kijken, lekkere bas, dat sms de Remco uit Den Haag. Nou, dan horen ze even hoe die bas is. Ja, het is jammer dat hij er zo verrot uitziet. Oké dan.